أبيها يا زهرة، أم أبيها يا زهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. In deze aflevering gaan wij het hebben over فاطمة الزهراء عليها السلام. Dat is een nieuwe bijeenkomst waarin wij gezamenlijk de deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam gaan bespreken. Het is van zeer belang om de deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam te kennen. In vele overleveringen staat dat Allah subhanahu wa ta'ala degene zegent die de Ahlul Bayt alayhum assalam herdenkt. In vele overleveringen staat dat Allah subhanahu wa ta'ala de volgelingen van de Ahlul Bayt alayhum assalam zegent die de deugden van de Ahlul Bayt alayhum assalam verspreiden. Deze deugden vinden wij ook in de boeken van de mukhalifin, dus degene die buiten de stroming van het de Ahlul Bayt alayhum assalam behoren. Vandaag gaan wij het hebben over Fatima al-Zahra alayha salam. Als wij het hebben over Fatima al-Zahra alayha salam, dan hebben wij het over de meest belangrijke vrouw in de geschiedenis van de mensheid. De meest waardevolle vrouw binnen de islam. De profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft in vele overleveringen duidelijk gemaakt hoe belangrijk Fatima alayha salam is. Een overlevering is een gezegde van de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. En deze overleveringen staan in verschillende boeken die gebaseerd kunnen zijn op geschiedenis, maar die ook gebaseerd kunnen zijn op overleveringen, maar die ook gebaseerd kunnen zijn op jurisprudentie zelfs, dus op fiqh. Alle overleveringen die wij vandaag gaan gebruiken om aan te tonen hoe belangrijk Fatima al-Zahra alayha salam is, komen uit de boeken van de mukhalifin. De mukhalifin staan bekend als de Ahlus Sunnah wa Jama'ah. Vandaag de dag heten ze Ahlus Sunnah wa Jama'ah. In het Nederlands noemt men hun de Soenieten. In hun boeken staat veel vermeld over Fatima al-Zahra alayha salam, maar wat helaas niet altijd op de preekstoel wordt verteld, omdat dat zal leiden tot een weg naar het shiïsme, tot een weg naar de Ahlul Bayt alayhum assalam. Want als men eenmaal achter Fatima al-Zahra alayhi assalam te weten komt, dan zal men ook te weten komen wat de misdaden van Abu Bakr en Omar waren, en wat de misdaden van hun volgelingen waren, en wat de misdaden van hun volgelingen vandaag de dag zijn. We beginnen vandaag met een overlevering uit Sahih al-Bukhari. Al-Bukhari is een belangrijk boek voor de Soenieten. Na de Edele Koran is het een heel belangrijk boek voor hen. De overleveringen die ik ga voorlezen aan jullie, beste broeders, die kunnen jullie allemaal terugvinden
in die boeken. En ik raad de kijkers ook thuis aan om notities te maken. Pak een pen en papier en schrijf op de bron. Zoek het op. En als de bron niet klopt, als er sprake zou zijn van corruptie, laat het maar zien. Toon het aan. Wij zijn geen wetschool die gebaseerd is op verdraaiingen en leugens, zoals de Mukhalifin daar bekend om staan. Zo hebben de Mukhalifin, dus de Ahle Sunnah wal Jama'a, vele misconcepties naar voren gebracht omtrent het shiïsme, die alhamdulillah, dankzij onze geleerden, zijn weerlegd. We beginnen vandaag met een overlevering uit Sahih al-Bukhari, overlevering 3767. Daarin staat dat de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, heeft gezegd: Fatima is de meesteres van de vrouwen van het paradijs. Als Fatima alayhi salam zo'n belangrijke status heeft in het paradijs, wat is haar status wel niet in deze wereld? Als Fatima alayhi salam de meesteres is over de vrouwen in de hemel, dan is zij zeker weten de meesteres over de vrouwen op deze aarde. Wij moeten gaan kijken wat men met Fatima alayhi salam heeft gedaan. Houd in de gaten, hou in je achterhoofd, dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Fatima is de meesteres van de vrouwen van het paradijs. Dus Fatima alayhi salam moet gerespecteerd worden. Een persoon die Fatima alayhi salam onrecht aandoet, is een persoon die het paradijs bevecht. Is een persoon die tegen het pad van het paradijs ingaat. Ahsant. En wij als volgelingen van de Ahlul Bayt alayhum assalam accepteren dit niet. Dat Fatima alayhi assalam bijvoorbeeld wordt onderdrukt. Waarom niet? Omdat zij het pad is naar het paradijs. Als wij Fatima alayhi salam haar waarde niet kennen, dan kennen wij het paradijs niet. Dan kennen wij het pad niet die wij moeten bewandelen om naar het paradijs toe te komen, beste broeders. En daarom is het zeer van belang om Fatima alayhi salam te kennen. En het is ook van belang om de bronnen van de Mukhalifin erbij te halen, van de Soenieten. Waarom? Want die vraag krijg je vaak: waarom is Fatima alayhi salam zo belangrijk? Of wat is jouw bewijs dat je Fatima alayhi salam moet respecteren? Waar heeft de profeet dat gezegd? Dan kan je deze overleveringen laten zien, die heel duidelijk in hun boeken staan vermeld. Een andere overlevering die ook in het Bukhari staat, is dat de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam heeft gezegd: Fatima is een deel van mij. Dus wie haar boos maakt, heeft mij boos gemaakt. Wie haar boos maakt, heeft mij boos gemaakt. Dit is wat de profeet zegt. Dus als een persoon één zandkorrel, één cel, één atoom pijn veroorzaakt bij Fatima alayhi salam, dan is dat ook bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En degene die dat veroorzaakt, is tegen de islam. Het is onmogelijk om te zeggen, beste broeders, dat een persoon die Fatima alayhi salam aanvalt, die Fatima alayhi salam boos maakt, dat we zeggen deze persoon is rechtvaardig.
Deze persoon kent geen rechtvaardigheid. Deze persoon is een vijand van de islam. Want de profeet zegt zelf, Fatima is een deel van mij. Dus wie haar boos maakt, heeft mij boos gemaakt. Dat Fatima al-Zahra alayhi salam deze hoge status bij Allah subhanahu wa ta'ala heeft, wordt ook door sommige mukhalifien, door sommige Soenitische geleerden erkend. Een van die geleerden heet Mohammed al-Alusi. Mohammed al-Alusi heeft een bekend boek geschreven genaamd Ruh al-Ma'ani. In volume 3, pagina 155, zegt hij het volgende. En dit standpunt, daarmee bedoelt hij de standpunt dat Fatima beter is dan Maryam. Wie is Maryam? De moeder van profeet Jezus, Isa alayhi salam. Dus er is een standpunt dat Fatima beter is dan Maryam. Kijk wat deze mukhalif zegt, Mohammed al-Alusi. Hij zegt, en dit standpunt dat Fatima dus beter is dan Maryam, was het standpunt van Abu Ja'far. En het is bekend van de imams van de Ahlul Bayt. Dus hij legt uit dat de Shiïten die de imams van de Ahlul Bayt volgen, dit standpunt aanhouden. Dat Fatima alayhi salam een hogere positie heeft dan Maryam alayhi salam. Dat Fatima alayhi salam, haar positie is niet te vergelijken met een van de andere vrouwen. Absoluut niet, die vergelijking is verkeerd. Fatima alayhi salam is beter dan Maryam alayhi salam. Mohammed al-Alusi, beste broeder, zegt eerst dat de Shiiten hierin geloven. Kijk wat hij daarna zegt. Hij zegt het over zichzelf. En ik zelf geloof hier ook in. Dus Mohammed al-Alusi gelooft erin dat Fatima beter is dan Maryam. Dat zegt hij ook. En ik zelf geloof hier ook in dat Fatima de beste is van de vorige vrouwen en de latere vrouwen. Mohammed al-Alusi zegt, en ik zelf geloof hier ook in dat Fatima de beste is van de vorige vrouwen en de latere vrouwen. Dus beste broeders, er is geen vrouw die beter is dan Fatima alayhi salam. Volgens de mukhalifien. En dit is ook in overeenstemming met ons. Alleen wij zeggen, die vergelijking kan je al helemaal niet maken. Die vergelijking klopt al vanaf het begin niet. Fatima alayhi salam is niet te vergelijken met een vrouw. Mohammed al-Alusi komt in de buurt van deze theorie. Hij zegt, vanwege het feit dat zij een deel is van de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maar ook zelfs wegens andere redenen. En al zou Maryam een vrouwelijke profeet zijn geweest, dan nog, want Fatima is een deel van Mohammed. Dus, al zou Maryam, alayhi salam, een profeet zijn geweest, dan blijft Fatima haar rang hoger dan die van Maryam. En hij is de ziel der creaties en de meester van alle creaties. Dus zij, Fatima, kan met niets vergeleken worden. Omdat zij een deel van de profeet is. Een deel van de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kan je niet vergelijken met iemand anders. Ahsan Allah alaikum. Dit was een van de mukhalifien, van de Soenieten, die erkent dat de status van Fatima alayhi salam hoger is dan
dan de status van Maryam alayhi salam. Laten we eens lezen wat Ibn Hajar al-Asqalani overlevert. Beste broeders, lees het boek Fathul Bari, volume 8, pagina 55. Daarin staat dat Ibn Abbas die zei, de beste vrouwen van het paradijs zijn Khadija, Fatima, Maryam en Asiya, alayhum assalam. En ook Al-Tirmidhi overleverde met een sahih, authentieke keten van Enes, die zei, van alle vrouwen van de werelden heb je genoeg aan. En vervolgens noemde hij hen op. En Al-Hakim overleverde via de overlevering van Hudayfa, die zei, let op beste broeders. Hudayfa die zei, een engel kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en gaf hem het goede nieuws dat Fatima, alayhi salam, de meesteres is van de vrouwen van het paradijs. De engel, Jibra'il, alayhi salam, of één engel zat in de overlevering. Eén engel kwam naar de profeet en gaf hem het goede nieuws dat Fatima de meesteres is van de vrouwen van het paradijs. Dus van wie is deze overlevering? Van Allah subhanahu wa ta'ala. Is het mogelijk dat een engel tegen Allah subhanahu wa ta'ala ingaat? Absoluut niet. Allah subhanahu wa ta'ala maakt duidelijk dat Fatima alayhi salam, haar status is de meest belangrijke status van de vrouwen in het paradijs. Zij is de meesteres van de vrouwen van het paradijs. Dit staat ook in de boeken van de Mukhalifin. Ibn Hajar al-Asqalani, Fathul Bari, volume 8, pagina 55. Laten wij lezen wat al-Tabarani zegt in zijn boek Majma' al-Kabir, Mu'ajjam al-Kabir, volume 1, pagina 108, overlevering 182. Beste broeders, er zal wel eens een verschil zijn in de bladzijdes. Dat komt omdat er meerdere drukken zijn. Je hebt bijvoorbeeld een drukkerij in Cairo. Je hebt een drukkerij in Libanon. Wanneer zij boeken gaan drukken, dan kan het wel eens voorkomen dat de pagina's verschillen van elkaar. Daarom geef ik de overleveringnummer er ook bij. En als, stel je voor dat de overleveringnummer er ook niet bij staat, dan kan je de overlevering in het Arabisch altijd nog terugzoeken. Vaak hebben ze aan het einde van een boek een inhoudsopgave, niet alleen op hoofdstukken, maar een inhoudsopgave op overleveringen. Dus de overleveringen die zijn overleverd, hebben een aparte inhoudsopgave binnen de boeken van hadith, binnen de boeken van overleveringen. Van Ali, die zei, de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei tegen Fatima, Allah is woedend wanneer jij woedend bent en tevreden wanneer jij tevreden bent. Abdul Hamid al-Salafi, in de voetnoot staat dat Abdul Hamid al-Salafi zegt, de overleveringsketen is sahih, authentiek. Dus deze overlevering is authentiek, is betrouwbaar. We kunnen nu weer een regel vaststellen. De eerste regel was dat Fatima alayhi salam een deel is van de profeet. En als je de profeet woedend maakt, als je Fatima alayhi salam woedend maakt, dan maak je de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, woedend. En nu is dat weer duidelijk gemaakt in deze overlevering. Dat niet alleen de profeet woedend is, maar zelfs Allah is woedend.
Als iemand Fatima al-Zahra alayha salam onrecht aandoet, dan is Allah subhanahu wa ta'ala daar woedend op. Dus dan kunnen wij niet meer zeggen over een persoon die Fatima alayha salam pijn doet, radiyallahu anhu. Dat kan niet. Dat is fout. Allah is niet tevreden over een persoon die de Ahlul Bayt alayhi salam pijn doet. Kunnen we ook vragen? Ja. Kunnen we ook la'natullah alayhi zeggen? La'na? Ja. Het vervloeken van de vijanden van Allah is een plicht. En dit staat ook in meer dan 30 verzen in de Koran. Wordt er vervloekenis gebracht op de vijanden van Allah subhanahu wa ta'ala. En deze vervloekenis moet men niet verkeerd interpreteren. Deze vervloekenis betekent dat Allah subhanahu wa ta'ala de barmhartigheid niet geeft aan die persoon die vervloekt wordt. En dat is ook logisch, want als die persoon binnen het geloof komt, dan gaat hij schade aanrichten. Ik geef jullie een voorbeeld. Stel je voor, er komen hier bijvoorbeeld hooligans naar onze Husseinië, naar deze Husseinië. En ze willen dit hier kapot maken. Ze willen de camera kapot maken. Ze willen de boeken verscheuren. En ze kloppen aan. Zou jij de deur open doen? Ja of nee? Nee. Waarom niet? Want het zorgt voor schade binnen de Husseinië, binnen de locatie. Hetzelfde geldt met het geloof. Wij kunnen niet voor iedereen de deur open doen. Kom en verander het geloof. Absoluut niet. Het geloof moet beschermd worden. En dat kan alleen door de Ahlul Bayt. Nu we hebben duidelijk gemaakt. De vraag van de broeder. Dat vervloekenis op de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam een plicht is. En het afstand nemen van de vijanden van de Ahlul Bayt is ook een plicht. Ik krijg net een overlevering in me van imam Rida alayhi salam. Die zegt, het compleet maken van het geloof is het volgen van ons en het afstand nemen van onze vijanden. Dus het geloof is pas compleet als jij in staat bent om afstand te nemen van de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam. En dat is ook logisch. Want als wij geen afstand nemen van de vijanden van de Ahlul Bayt alayhum assalam, dan ontstaat er schade. Zoals de mukhalifin, de sunnieten, schade hebben binnen hun geloofsleer. Doordat zij de Ahlul Bayt, alayhum assalam, hebben verlaten. Doordat zij de Ahlul Bayt, alayhum assalam, hebben verlaten, niet alleen op geloofsleer, maar ook op jurisprudentie, op fiqh, baseren zij niet op de Ahlul Bayt. Waardoor er zelfs een probleem komt in hun aanbidding naar Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom heeft de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk Fatima al-Zahra alayhi salam is. En daarom laten wij ook de bronnen van de mukhalifin zien, zodat zij zelf in staat zijn om dit terug te zoeken. En zodat zij een besef krijgen van, wacht eens, zit ik nog wel op het rechte pad? Is dit wat de profeet van mij verwacht, terwijl ik aan de andere kant sta? De profeet zegt tegen jou, behoud je aan Fatima alayhi salam. Heb respect voor Fatima alayhi salam. Hoe kan jij respect voor Fatima alayhi salam hebben als jij haar vijanden zelfs boven Fatima alayhi salam soms plaatst? Dit gaat tegen de islam in. Dit gaat tegen de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam in. Al-Khatib al-Baghdadi in zijn Mishkat al-Masabih zegt in volume 3, pagina 1735, overlevering 6146. Daarin staat het volgende.
Dat al-Ghatib al-Baghdadi zou hebben overleverd dat Jumay' ibn Umair die zei: ik en mijn oom kwamen binnen bij Aisha en ik vroeg: wie van de mensen was het meest geliefd bij de profeet? Sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Dus zij, dus Aisha zei, Fatima. De meest geliefde persoon is dus wie is Fatima alayhi salam. Er werd toen gezegd, en van de mannen. Kijk wat Aisha zei, haar echtgenoot, dus Ali. Hieruit kunnen wij bevestigen dat Fatima alayhi salam de meest geliefde persoon is, de meest geliefde vrouw is, geliefdevoller dan de vrouwen van de profeet, voor de profeet zelf. Al-Albani, in de voetnoot, zien we dat Al-Albani het volgende zegt. Hij zegt, de overleveringsketen is hasan, goed. En het heeft een ondersteunend bewijs middels de overlevering van Boreide. En hij, Al-Tirmidhi, verklaart die ook hasan goed. We lezen in Sahih Sunan al-Nisa'i, volume 2, pagina 412, overlevering 3221, het volgende. Van Boreide, die zei, Abu Bakr en Omar vroegen Fatima om de hand. Maar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, ze is jong. Vervolgens vroeg Ali haar om de hand. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, hield haar aan hem. Al-Albani zegt, in de voetnoot, de overleveringsketen is sahih. Dus Abu Bakr gaat naar het huis van de profeet. Wilt trouwen met Fatima? Hij krijgt een nee. Omar ibn al-Khattab gaat naar het huis van de profeet. Vraagt Fatima alayhi salam de hand. De profeet weigert. Zegt, Omar krijgt een nee. Maar toen imam Ali alayhi salam ging, toen pas mocht Fatima alayhi salam trouwen met imam Ali alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum wa la biha ya Zahra umma biha ya Zahra. Dat imam Ali alayhi salam getrouwd is met Fatima alayhi salam is een bewijs dat wij hen moeten volgen. Want Allah subhanahu wa ta'ala heeft voor Fatima alayhi salam imam Ali alayhi salam gekozen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Binnen onze overleveringen. En zelfs binnen de overleveringen van de mukhalifin zien we dit ook. We lezen in Fidh al-Qadir, volume 2, pagina 215, overlevering 1693, van Ibn Mas'ud, dat de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, zei, waarlijk Allah subhanahu wa ta'ala heeft mij bevolen om Fatima te laten trouwen met Ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Deze overleveringen leggen ons allemaal uit dat de status van Fatima alayhi salam hoger is dan de status van de vrouwen van de profeet. Dat de status van Fatima alayhi salam hoger is dan die van metgezellen. Dat Fatima alayhi salam haar volgen is een plicht.
Fatima alayhi salam, wie volgde zij na de dood van de profeet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam? Zij volgde imam Ali alayhi salam. Waarom volgde zij Abu Bakr en Omar niet bijvoorbeeld? Zij volgde imam Ali alayhi salam. Dus ik als moslim zie dat Fatima alayhi salam imam Ali alayhi salam volgt. Waarom moet ik zo koppig zijn om Abu Bakr en Omar te gaan volgen? Dat is wat Fatima doet. En Fatima is een deel van de profeet. Is het mogelijk dat een deel van de profeet, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, een fout maakt? Ze zeggen toch ook dat wie de imam van zijn tijd niet volgt, de dood van Jahiliya zou sterven. Dus dat betekent dat Fatima dan de dood van Jahiliya zou sterven. Ahsan, deze broeder zegt, we hebben een overlevering. Wie de imam van zijn tijd niet kent, overlijdt als een onwetende, als een jahil. Deze overlevering is ook overleverd in hun boeken, de boeken van de Mukhalifin, van de Sunnieten. Dus, als Fatima alayhi salam, imam Ali alayhi salam, volgt als eerste gelieve, als eerste leider, dan is iedereen die Abu Bakr en Omar volgt, gestorven als een onwetende. Waarom? Want de profeet zegt het zelf. Wie de imam van zijn tijd niet kent, overlijdt als een onwetende, als een jahil. Of je moet zeggen, Fatima alayhi salam is overleden als een jahil. Dan stellen wij de vraag, hoe kan Fatima de meesteres over de vrouwen in de hemel zijn en ze overlijdt en ze sterft als een jahil? Waar is die logica? Die logica ontbreekt er. En daarom roepen wij op tot het pad van de Ahlul Bayt, alayhum assalam. Want stukje voor stukje zal je erachter komen, stapje voor stapje kom je erachter, dat Fatima alayhi salam het geloof is. Wanneer iemand aan jou vraagt, wat is het geloof? Dan zeg je tevredenheid van Fatima alayhi salam. Want tevredenheid van Fatima alayhi salam is tevredenheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad fa'ajjil farajhum wa la'an adam. Ik vraag aan Allah subhanahu wa ta'ala om deze bijeenkomsten te zegenen insha'Allah ta'ala en dat wij dit vaker gaan doen. Ya Allah, ya Rab. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alameen. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أم أبيها يا زهراء أم أبيها يا زهراء